Ze heeft een monsteroverwinning geboekt bij de provinciale statenverkiezingen van gisteren, Caroline van der Plas. Haar boer-burgerbeweging is in één klap de grootste politieke partij van Nederland geworden. Ze wordt overladen met complimenten en felicitaties, maar in linkse kringen loopt men flink te morren. Zo is Tim Hofman zwaar ontevreden. Tim vindt het niet te verkroppen dat Caroline zo groot is geworden. Hij weigert de politica te feliciteren, maar heeft de volgende tweet geplaatst: toeslagenouders niet zielig, trekker miljonairs wel zielig, GR. Nederland. Daar voegt hij aan toe, kun je mij een L sterretje L vinden blabla, maar dit is precies wat de kiezer vandaag gezegd heeft. Wat ongelooflijk zuur, vindt Caroline. Ze reageert, je onderschat de kiezer. Zuurpruim. Caroline krijgt veel bijval. Zo zegt Geert, onze randstedeling begrijpt het stemgedrag niet. Ico merkt op, de Hilversumse mediabubbel in één tweet. Erik, opvallend dat zoveel progressieven ook niet veel verder meer komen dan eendimensionaal populisme. Precies wat ze anderen verwijten. Vastgeroest in het eigen referentiekader. En Moos, je hebt mensen die de plank volledig mis kunnen slaan? Vinger omlaag. Tim blijft achter zijn tweet staan. Hij noemt de reacties op zijn commentaar emotioneel en fascinerend. Het punt is dus dat er geen protest kwam na het toeslagenschandaal, maar wel na het stikstofdebakel. That's it. Tevens fascinerend hoe emotioneel mensen hier worden van een tweetje dat ze verkeerd begrijpen. Zijn volger Sven vindt dat een flauwe reactie, beetje makkelijk weer. Zie ik je vaker doen. Je gooit een tweet de wereld in en als daar reacties op komen dan begrijpen die mensen het niet, stellen ze zich aan of zet je jezelf buiten de discussie. Misschien moet je dan het bericht ook niet plaatsen met jouw bereik.